Maandag 27 juni werden de stage- en leerperiodes van MBO en HBOV-studenten feestelijk afgesloten. Tijdens de poster en pitch presenteerden studenten van de Hogeschool Den Haag, de Hogeschool Leiden en ROC Mondriaan het onderzoek dat zij samen met medestudenten uitvoerden in zorg-innovatie-communities, de zogenaamde ZICS. Een zorg-innovatie-community is een deel van de afdeling waar we studenten, docenten, verpleegkundigen samenbrengen om met en van elkaar te leren en gezamenlijk praktijkgericht onderzoek doen om de kwaliteit op de afdeling te verbeteren. Het belang van praktijkgericht onderzoek in een zorg-innovatie-community is dat er echt gewerkt wordt vanuit een verpleegkundig vraagstuk of praktijkgericht vraagstuk wat studenten samen met verpleegkundigen gaan uitzetten en onderzoeken om uiteindelijk de kwaliteit van zorg te verbeteren. Ik vind als verpleegkundige heel belangrijk om onderzoek te doen, omdat je zo de theorie heel erg mooi kan koppelen aan de praktijk. Ik vind het echt heel erg leuk om echt literatuur in te duiken en nieuwe theorieën of modellen te ontdekken. En dat je dan juist samen in beraad gaat, verschillende visies, verschillende kanten van een theorie met elkaar kunt bespreken en dat je dan vervolgens dat kan toepassen in de praktijk. Uit ons onderzoek is gebleken dat het maken van een informeel praatje heel veel kan opleveren voor zowel de patiënt als voor de verpleegkundige. En zo'n praatje mag dan echt over van alles gaan, over het weer, noem maar op. En voor de verpleegkundige is het heel handig omdat zij toch weer nieuwe informatie kunnen verschaffen, wat bijvoorbeeld niet in de anamnese is besproken. En voor de patiënt, ja, zij hechten daar heel erg veel waarde aan en het is ook heel goed voor de zorgrelatie tussen de patiënt en de verpleegkundige. Ja, we kregen van één patiënt ook een hele mooie reactie uit ons interview. En die patiënt gaf namelijk aan dat door zo'n klein praatje en een klein momentje van aandacht ze echt uit de bubbel van het ziekenhuis en uit de bubbel van het ziek zijn getrokken kunnen worden. En dat dus zo'n klein momentje zo'n groot verschil al kan maken voor hen. Dus dat was wel heel erg mooi dat ze dat zo benoemden.